Tom ter Wolde, KNMV-instructeur en werkzaam bij Camp Rijopleidingen. We zitten hier op een nieuw voertuig van Honda. Kun je vertellen wat voor voertuig het is? Wij hebben vandaag het snoepje bij ons van Honda, de CB650F. En ze hebben weer iets heel leuks neergezet, Bart. Absoluut. Want wat is het eigenlijk? Nou, ze hebben een nieuwe A-categorie motorfiets neergezet met net even 50 cc meer. En dat brengt de motorfiets net weer even dat kleine beetje meer wat de mensen ook verwachten van een motorfiets. Ja, dus even voor de duidelijkheid, dit is de volledige A, zeg maar de zware jongens binnen de motorfietscategorieën. Ja, absoluut. Dat heb je goed, Bart. Ze zorgen er alleen wel voor dat ze hem ook in een A2-categorie leverbaar hebben. En het leuke is dat ze ervoor gezorgd hebben dat als je hem volledig koopt, dan zit je net onder de 71 kilowatt, 68 om precies te zijn. En daarbij is het ook toelaatbaar en toegestaan dus om de motorfiets te knijpen tot 35, dus voor een A2. En kun je wat meer vertellen over de technische specificaties van deze motor? Ja, we hebben helaas zo gezegd niet te zeggen van er zijn mega nieuwe dingen te melden. Wel gewoon weer erg leuk hoe ze de dingen hebben gebracht en verborgen hebben. Ik vind een heel nieuw pluspunt wel de vorm van de spiegels. We geven een mooie uitstaande valhoek. We zien vaak bij lesmotoren dat er lesspiegels geplaatst worden. Zeker om een stukje kosten te besparen als ze omvallen. Daarvoor is een shot op de beugels ook wel heel erg fijn. De beugels zijn in Frankrijk geproduceerd. Hepco en Becker is helaas nog niet zo ver. Zo vers is de motorfiets nog. En de beugels, we hebben hem ook vanmorgen even getest, zijn er met wat doeken eronder rustig neerleggen. Beschermen de motorfiets fantastisch goed. Onderop ook. Onderop hebben we nog een paar kunststofvlokken buitenop zitten. Die ervoor zorgen dat de motorfiets niet zomaar doorkantelt. En echt in de eerste valpositie blijft liggen. Want het volledig doorkantelen zorgt voor eigenlijk in het verleden voor een hoop schade. Want wat is verder eigenlijk belangrijk aan een goede rijlesmotor? Nou, dat hij heel gemoedelijk is in de aanname van je gas. De koppelkromme is dusdanig mooi vloeiend dat hij eigenlijk als een cursist, CQ beginnende motorrijder, wat spontaan aan het gas zou hangen, scheurt je niet zomaar van de motorfiets af. Bovendien, als je wel richting je ideale koppel zit bij 8000 toeren, ja, dan heb je van 8 tot die 11.000 toeren heb je nog een aardig feestje te gaan met hem. Helaas gebeurt het toch af en toe dat een leerling valt en dat de motor plat gaat. Hoe overleeft deze motorfiets dat? Ja, we noemen het leerproces niet voor niks vallen en opstaan, Bart. En dat vallen, ik vind ook dat een cursist daar zich niet bezwaard om moet voelen. Deze Honda wordt nu dit jaar gratis geleverd met lesbeugels, mocht een rijschool overwegen hem aan te schaffen. En deze beugels nu in Frankrijk geproduceerd. Die vangen door middel van de kunststofblokken aan de buitenkant een heel mooi belangrijk deel op. En dat is dat zeer zeker ook de voetsteunen eindelijk eens een keer ongemoeid blijven. Menig rijinstructeur staat in de avonduurtjes nog eens een keer een voetsteuntje te vervangen. En ook de combinatie van de dop achter op de achterbrug helpt daar gewoon enorm goed bij dat het mooi vrij blijft. En ik denk dat we daardoor met een hoop schade eigenlijk wel weer bespaard blijft. Dat is toch wel fijn. Je hebt er vanochtend mee test gereden. Wat is je verder opgevallen aan deze motor? Ja, ik ben zelf heel erg dat de motor goed naar mij communiceert. Ik denk dat een onervaren motorrijder onopgemerkt ook profijt bij heeft. Dat we onder andere een behoorlijk stevig zadel hebben eigenlijk. En daarbij de motorfiets goed vertelt wat hij wil, waar hij hem heen wil hebben. De steun vanuit de binnenzijde van de bovenbenen ook, ideaal.
Ik vind het, de trillingen die doorgegeven worden naar de motorfietsen ook echt minimalistisch. Sommigen zeggen, ik vind het jammer. Achter zitten er van die mooie stalen stepjes en dan bij je voeten zitten van die grote stukken rubber op. Ja, ik denk dat het heerlijk is dat comfort toch echt vooraan staat. En is deze motorfiets te gebruiken voor alle type leerlingen? Of zeg je van nou, goh, ik zou als rijschool toch verschillende type motorfiets hebben voor type leerlingen? Vind ik een goede vraag. Wat voor type leerling zou ik hier niet opzetten? Ik denk dat je inderdaad wel een redelijke rijkwijde qua benen nodig bent. Hoewel ik er zelf nog geen cursist op heb gezet die met hele korte pootjes. We gaan daar vanavond uiteraard gelijk even mee aan de stoei. Maar de mogelijkheden tot uithollen van zaal of smaller maken hebben we ook nog niet bekeken. Maar als ik zo al naar het zadel kijk, relatief mooi slank gemaakt. Waarbij de oude CB500 die we kennen, dat die wel behoorlijk breed was bij het back-end. Dus als je die ietsje uitnam, dat iemand met korte benen toch alweer makkelijk op de motorfiets kon. Maar ja, overigens, het is een gemiddelde motor. Hè? We hebben mensen van, op les van 2,9 meter. En we hebben ze ook waarvan we zeggen, goh, je hebt je lange benen op het nachtkastje laten liggen. En welke veiligheidsmechanismen zitten er op deze motor? Nou, we hebben uiteraard wel iets wat zo langzamerhand echt een standaard is geworden. Maar we hebben ook een heel feilloos werkend ABS-CV voor zitten. Het ABS grijpt zeer zeker niet vroegtijdig aan. We hebben nu wel ideale weersomstandigheden. Maar uiteraard met een stukje zand hebben we hem ook al eventjes getest. En die grijpt zonder protest en gaat hier helpen. Ja, en daarin zien we natuurlijk dat een paar technische dingetjes wel leuk zijn. De wave discs aangebracht, geven een leuk sportief uiterlijk. En uiteraard ook de achterbrug. En de hugger, zoals we dat noemen, dus het spatbordje. Wat toch de motorfiets een leuk sportief uiterlijk geeft.